Cherchez, cherchez, il faut brouiller, brouiller. La villa, c'est pas facile. Un choupout pas va sortir. Roll it, shake it. Africa, mama, roll it. Hey, beste mensen, dit is Charla weer. Vandaag heb ik een filmpje met daarin vijf dingen die ik de laatste tijd heb aangeschaft. Een soort shoplog, gebeuren, toestand, beweging. Schaak heel populair te zijn op YouTube. Dus ik denk, ik doe er maar aan mee, hè. Anders kom ik nooit aan de 100 subscribers. Nou goed, het eerste wat ik heb gekocht, numero uno, dat is, ik wilde heel graag een hoes laken met een patroontje. Ja, yeah. Ik denk altijd maar die saaie hoeslakens met één kleur, weet je wel. Nou, ik heb deze gekocht. Is die niet cool? Is die niet cool? Echt een lekker stoffie ook. Nou vraag je natuurlijk af, Charla, waar heb je het gekocht? Vertel. Nou, oké, ik heb het gekocht bij Pip Studio. En ik heb nog nooit zo'n mooie factuur gekregen. Moet je kijken. Wat een mooi papier, hè? Op de andere kant staat de factuur. En op de achterkant staat dit. Leuk, hè? En ook een hele mooie kaart erbij, weet je wel. Van, bedankt dat je wat bij ons hebt besteld en zo. Nou, oké. Het tweede wat ik gekocht heb, zal ik even pakken. Een lekker luchtje. Het heet Playboy's Play It Pin-Up Collection. Eau de toilet. Shame on you, Charla, voor zo'n erbarmelijke Franse uitspraak. Eau de toilet, spray vaporisateur, 30 milliliter, voor haar, pour elle. En dit is dus het doosje. En ik heb het bij de voordeelshop gekocht. En dit is het flesje met een leuk geel strikje. En ik was bij de voordeelshop en er stond een test. En ik ging ruiken en ik dacht, oh, wat lekker. En ik hou van zoete luchtjes, dus dit is hem. Het volgende wat ik heb gekocht, nummer 3. Nou, ik heb hele korte paardenwimpers. Echt, het is gewoon helemaal niks. En ik heb dit gekocht. Dit heet, even kijken hoe het heet. Loads of lashes, false eyelashes without the fuss. Brush on for instant false lashes. Nou, ik zal je even laten zien hoe het eruit ziet. Het is zo'n dingetje. En als je het openmaakt, moet het even met één hand openmaken. Ik moet echt een camera kopen, maar ja. Oké. Zo ziet het eruit, weet je. Witte vezeltjes, hè. En dan doe je eerst mascara op, dan doe je dit op, dan doe je weer mascara op. En dan heb je hele lange wimpers. Ik heb het uitgeprobeerd op één oog. En toen vroeg ik aan mijn tieners van, wat vinden jullie ervan? Toen zeiden ze van, het is best oké, weet je. Het helpt best wel. Oké, wat heb ik nog meer gekocht? Numero. Ik ben even de tel kwijt, maar oké. Ik heb dit leuke Bluetooth speakertje gekocht bij de Action. Het was een tientje. Ik vind het erg leuk, want ik hou heel erg veel van muziek. En dan kan ik lekker buiten ook muziek luisteren als ik naar het park ga of naar het strand en zo. Nou ja, iedereen weet nu wel zo'n beetje waar een Bluetooth speaker goed voor is. En het is ook gewoon handig voor als je naar de YouTube filmpjes kijkt en je wilt het geluid wat harder, weet je. En dan heb je dit. Ik heb er nog één, dat is van JBL. En ik ben gek op muziek luisteren. Ik heb ook Spotify Premium. En ik heb ook een JBL, en dat is deze. En dit is natuurlijk hele andere kwaliteit, hè? Heel ander geluid. Heel erg goede bas. Echt super. En, maar deze ben ik wat zuiniger op. Dus als ik naar buiten ga, naar het strand of zo, dan neem ik deze mee. Ja, deze. Oké, dus dit was wat ik de laatste tijd heb aangeschaft. Hoop dat jullie het interessant vonden. Subscribe op mijn kanaal en zo. You know the deal. Oké, bye.